Hallo, ik ben Stefan de Groot, illustrator en animator en dit is weer een nieuwe tekenles van Stefan Tekent. Dit is een tekening die ik heb gemaakt in de app Procreate en dat is een app die je kan gebruiken op de iPad. Hij is helaas alleen beschikbaar op de iPad. En dit is een illustratie die ik heb gemaakt voor het YouTube kanaal Zodus. En dat gaat over het vogelbekdier. En ik moest een moeder vogelbekdier tekenen en het nest waar een vogelbekdier in zit. En er is weinig materiaal van bekend, maar het is een vrij donkere plek. En ik doe nu de setup van de tekening. Dus ik maak eerst de schets en daarna ga ik de kleuren uitwerken. En het is bedoeld voor een animatie, dus de voorgrond is op een aparte laag geschilderd en de achtergrond en het karakter, dus de vogelbekdiermoeder. En het mooie van het werken in Procreate is dat je verschillende brushes hebt. En ik probeer nu een beetje de aarde te schilderen en ook bladeren die een vogelbekdier dus verzamelt in haar nest. Op de grond ligt een beetje stro. En nu ga ik het vogelbekdier zelf uitwerken. Dat doe ik op een aparte laag. En eerst schilder ik de basiskleur in en dan begin ik al een beetje met de contrasterende kleuren te werken. Dus er zit een schaduw onder haar buik en het licht komt, voor zover er natuurlijk licht is in zo'n nest, komt van linksboven. Het is altijd handig om te weten waar je licht vandaan komt. En daar kan je dan je kleuren en je schaduw op aanpassen. Het vogelbekdier is een heel apart dier. Zeker omdat het een snavel heeft. Het lijkt net een te grote rat met een snavel van een eend. Ik was eerst niet tevreden met de kleur, dus ik heb de kleur weer een beetje aangepast. Nu ben ik weer met details, ga ik dus verder met het uitwerken van alleen het vogelbekdier. En daarvoor gebruik ik een soort watercolor brush, heet het, in Procreate. Daarmee kan je vrij zachte overgangen maken. En je brushes kan je verkleinen en vergroten. Dus daar speel ik dan een beetje mee. En het is een van mijn favoriete teken-apps die ik gebruik op de iPad. Een vogelbekdier heeft ook een soort vliesachtige handen. En er zitten ook nagels op. Ik probeer altijd niet te gedetailleerd te werk te gaan, maar hier heb ik toch de vacht van een vogelbekdier. Het bestaat uit heel veel fijne haartjes. Die kan je natuurlijk niet allemaal tekenen. En ik ben nu klaar met het schilderen van het vogelbekdier en nu ga ik de achtergrond nog verder uitwerken. Want in de scène komt later is de moeder weg en dan komt er ook nog een ei te staan. Dus in het midden van het nest. Dus ik moet ook de rest van de achtergrond nog inschilderen. En het is altijd handig als je een schildering maakt, is dat je je contrast qua kleuren varieert. En daardoor krijg je meer diepte in je tekening. Dus nu is het nog een beetje verfijnen van het vogelbekdier en van de achtergrond. En dat doe ik allemaal op aparte lagen. Ik zal een link zetten hier onderaan de video van de video waar het vogelbekdier in voorkomt. En de scènes die ik heb gebruikt met deze achtergrond die ik heb geschilderd in Procreate. Als je Procreate wilt downloaden, dan heb je natuurlijk een iPad nodig of een iPhone. Ik zet een link onder aan deze video. Als je deze video leuk vindt, geef dan een duimpje omhoog. En als je wilt dat ik nog meer video's
over het schilderen in Procreate wil maken, laat het me dan weten onder aan deze video. Ik lees alle vragen door en misschien kan ik je vraag beantwoorden of maak ik er een nieuwe video van. Tekenen is leuk en oefening baart kunst. Tot de volgende keer. Doodles!